Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe Mindtopia World video. Het is uh, al meer dan een jaar geleden, jongens. Bijna anderhalf jaar dat wij Mindtopia World hebben draaien. Super vet. En besef even, het is etenstijd. Uh, dus dan is meestal iedereen offline, en dan gaan ze allemaal eten en dat in bad en zo weet ik wat mensen allemaal doen. Um, er zijn gewoon 60 mensen online. En over een kleine twee uur zijn er honderd mensen online. Ik vind dat echt heel erg vet. Um, en daarom ben ik oprecht ook wel blij om de komende video's, ja, meerdere, uh, uh, te gaan doen met jullie. Want er liggen hele vette plannen voor Mytopia World liggen klaar. Uh, voor Mytopia Classic liggen klaar. We hebben natuurlijk een uh, best wel grote verandering gehad. Tim en Surren die zijn allebei weg uit het leadteam. Als je daar informatie over wil, dan zul je eventjes op uh, de, de Discord en het forum moeten kijken. Um, en we hebben natuurlijk uh, nu uh, hulp van een, van een, een Danny, of hulp. Danny is inmiddels de admin van zowel Mytopia Classic als Mytopia World. Waarbij natuurlijk de grootste uitdaging is om te zorgen dat uh, uh, ja, de beide communities en de beide steden uh, games eigenlijk um, uniek zijn. Er is al aangekondigd op TeamSpeak met jullie, en die gesprekken zullen de komende tijd heel erg veel komen, dat wij met een Mytopia World 2.0 bezig zijn. En I know, ik weet dat dat de titel van deze video is... Dus jullie willen zoiets van, nou, scroll nog maar door. Eh, vertel nou even, waar, waar heb je het over? Tjaxia gaat weg. Ja, dat klopt. Ik denk dat heel erg veel dingen die wij vandaag vermelden, uh, een beetje als een bom zullen inslaan. Dus verwerk het. Morgen is de volgende video alweer. We gaan in een redelijk vlot tempo. Want dit is niet iets wat uh, over uh, drie, vier maanden pas af is. De datums wanneer het allemaal precies gaat gebeuren, uh, die krijgen jullie nog van ons. Dus, dus daar zul je even geduld voor moeten hebben. Maar het is als volgt: Tjaxia gaat compleet. Weg. De map waarop wij spelen. En als je benieuwd bent hoe groot die map is, dan moet je even naar mintopia.nl gaan. En dan de world map uitkiezen. Die wordt twee keer zo groot. Hè? Wacht even. Dus je haalt de stad weg. en De map wordt twee keer zo groot. We hebben al gezegd dat alles wat wij met MTW van plan zijn de komende weken revolutionair gaat zijn. En daar gaan wij in hier in ieder geval een klein beetje mee beginnen. Ik weet ook, en dat is voordat mensen. Um, ...duizend vragen hebben. Dat mag. Die mag je gewoon stellen op, uh, op Discord. Die mag je stellen op... Um, op ...teamspeak. Die mag je zelfs onder deze video stellen. Misschien dat ik een paar even ga reageren. Maar het belangrijkste wel is, denk ik... ...is dat jullie voornamelijk geduld hebben. Als ik zeg... ...dit wordt in de volgende video uitgelegd... ...heeft het dus geen enkele zin... ...om na de video... ...dit gelijk te gaan vragen... ...hoe zit het daar dan mee? Want... ...we gaan alles volgens bepaalde volgorde uitleggen. Volgen we het nog... Oké, okay, helemaal goed. He, dus welke kant de map vergroot wordt, wordt allemaal duidelijk. Tjaxia gaat compleet weg. Eventjes een aantal redenen waarom. Uh, he, want er gaat dus uiteraard anders. Tjaxia gaat weg, dus er komt een nieuwe stad. Komt die op dezelfde plek? Nee. We gaan een nieuw stuk van de map verkennen, wat een complete nieuwe dynamiek gaat geven aan hoe je die MindTopia World ziet. In die stad, ja, we gaan er wel een aantal dingen plaatsen, een aantal dingen bouwen. Onder andere een winkelstraat. Hint. Nou, omdat hier nu een tijdelijke winkelstraat is geweest. Want inderdaad, jongens, dit is tijdelijk. Ik zou nog wel even doorgaan ondernemen, maar dat komt zometeen wel uh, uh, naar boven, zeg maar. Er hey, is dus zo'n dingetje waarbij ik zei: Dit wordt binnenkort duidelijk. Dus je dus, heeft geen zin om te vragen. Ik heb net een winkel gehaald hier, wat moet ik doen? En informatie volgt. Um, dat ik zal meer vrijbouw komen in die stad. Dat was mijn punt wat ik kon maken. Ik weet dat heel veel mensen graag zelf huizen willen ontwerpen, willen laten bouwen. Dat kan. Um, daar gaan wij uh, juist een beetje. Wat zelfs bij Topia Classic momenteel niet heeft, dat is ook heel veel pre net als het hier al het was. Uh, gaan wij daartoe? Dat je zelf in een woonwijk je eigen huis kan maken. Met niet allemaal precies dezelfde stijlen. Zodat je zo'n Heretopia meuk krijgt. Of hier in Drooie Dorven bijna alles dezelfde stijl is. Nee, nee, nee. Veel meer. Vrijbouw. Helaas voor jullie gaan wij alles over de nieuwe stad, de nieuwe plek. Hoe kom je daar? Hoe ver is dat vanaf hier? Wat gebeurt er dan met deze stad? Gaat hier iets mee gebeuren? Ik kan je in ieder geval garanderen dat je hier straks niet meer kan wonen. En daar gaat het volgende stukje zo meteen over. Dus je moet uitgekocht worden, linksom of rechtsom. Of je een winkel hebt, een charplot hebt, of je nou de gemeente bent, omdat je een huis in Weiss uh, in hebt. Jij gaat uitgekocht moeten worden. Dat mag je zelf doen of wij doen het voor je. En ik denk dat je wel kan raden welke van de twee voor jou het meest gunstig is. Er zijn natuurlijk nog wel wat meer redenen over waarom precies uh, de, de Chaxia weg moet. Ik denk, persoonlijk, dat de meesten ook wel doorhebben, is dat deze mapindeling. Hier zit het plein. Hier zaten de gemeente en de bouw. Maar inmiddels is dit natuurlijk uh, uh, ja, een soort van het middenplein geworden. Is dat de ligging van alles niet ideaal is. Als wij Chaksia willen uitbreiden, dan zouden we letterlijk eigenlijk uit Chaksia moeten. Om een perfect voorbeeld te geven, als je bijvoorbeeld hier naartoe gaat, langs de racebaan, heb je hier al een heel groot stuk water. En dat is niet erg dat er een groot stuk water is, maar dat geeft wel aan dat, um, dat er een soort van grens van de stad is. En om dan hier verder te gaan, of om hier verder te gaan, eh, heb je al helemaal van die buitenwijkjes waar, laten we heel eerlijk zijn, spelers kennende, ik ga even heel eerlijk zijn met jullie. Niemand komt, want mensen zullen die plots alleen maar kopen voor een leuk kleurtje. Druk op tab. Only for myself. Heel toepasselijk. <laughs> want die heeft een witte naam en dat is inderdaad uh, Arizona. Um, ja, of die daar dan daadwerkelijk is, zullen we het eens even kijken. It's. It, it is. TP. Hoe heet die persoon? Oh, TP Only for myself. Game mode 3. Nou, die, is, die is momenteel niet aanwezig in. Um, nee, die, die is daar gewoon simpelweg niet aanwezig. Momenteel. Pay, weather clear. Dus voor alle duidelijkheid. Uh, Chcia gaat weg in de volgende video. Die is morgen. Wordt jullie uitgelegd. Hoe? Wanneer? Wat krijg je ervoor? Waar moet je precies zijn? Wel even heel erg belangrijk. Sterker wel, weet je wat, ik ga dat nu wel even uitleggen. Want dan kunnen jullie je in ieder geval even voorbereiden. Maar dat kan niet vanaf het moment dat je deze video ziet. Dat doen we lekker vanaf morgen. Je gaat naar de gemeente en je laat je uitkopen. Alsjeblieft, dat was hem. Zo simpel is het. Uh, stel je voor, uh, ik heb bijvoorbeeld hier een, 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 mijn, mijn huisje. Even naar mijn huisje toe. Huisje, ben je dan? Ja, hier is mijn huisje. Dit is bij het huisje. Nou, we gaan even naar Plot Info. Dit is een huis wat momenteel 115.000 euro waard is. Dat heb ik ervoor betaald. En heel graag wil ik natuurlijk ook dat bedrag, 115.000 euro, wil ik terug hebben, right? Dat is logisch, want dat, ja, dat is mijn geld. Yo. Dat kan. Je kan nu naar de gemeente toe en uh, zeggen... Yo, ik wil uh, dit plot verkopen, uh, het rode dorp uh, 89, um, graag. Dan zal de gemeente met je meelopen en die zal dit op hun naam zetten. Misschien... Als je slim bent, heb je zelf al de kisten leeg gehaald. Maar misschien dat ze dat ook even, even mee willen helpen, zeg maar. Um, en dan zal er dus ook een mogelijkheid zijn tot een verhuisbedrijf, waarbij jouw spullen, als je daar echt geen plek voor hebt, door uh, ons even opgeslagen gaat worden. En dat bewaren we echt een half jaar of een jaar of zo. Dus don't worry, dan woon je al lang in de nieuwe stad. Want ik snap dat als je al je plots kwijt bent, waar moet ik mijn spullen laten? Gaan wij voor je regelen. Maar oké, okay, je voelt hem aankomen. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog eens een keer uh, een, een huis als dit bijvoorbeeld. Of nee, laten we hem even leuker doen. Laten we een dikker huis pakken. Deze. Perfect voorbeeld. Het huis van Coolboy. Toen was het voor mij steeds van, van, van Kev, toch? Even kijken. Plot even. Ja, Coolboy. Um, Coolboy, die heeft natuurlijk ooit hetzelfde huis als mij gehad. Maar die heeft een gigantisch grote verbouwing gedaan. En als we nu eens even gaan kijken. Je kan natuurlijk bij de gemeente een reappraisal krijgen. Waarbij er dus bekeken wordt wat het huis nu waard is. Oh, waarom werkt dat niet? Ah, er zit een spatie, tussen. Ik denk ook dat ik me gek ben. Oh, is al gedaan, 200.000 euro. Dus de bouwkosten die zijn er al bij opgerekend. Het kan zijn dat je dat niet hebt gedaan. Um, bijvoorbeeld. Uh, de, pff, nou, dit huis. Ik weet niet of die van iemand is. We gaan er even achter komen. Plotinfo. Ja, precies. Schoetersdaan. Die woont hier. Maar het zou zomaar kunnen dat Schoetersdaan um, een kelder heeft. Of dat Schoetersdaan de inrichting betaald heeft voor 20.000 euro. Nou, dan zou dit huis in principe uh, niet meer plot info 95.000 waard zijn, maar 110. Als jij op tijd naar de gemeente toe komt, zal een heel groot deel of alles van het bouwen er ook bij gerekend worden. Wacht jij te lang, dan niet. Volgen jullie me even jongens? Dit is geen oproepje van nou, ik zou dit doen, dit moet. Je moet uitgekocht worden en als je het namelijk niet doet, dan doen wij het voor je. En dat is stap 2. Stap 1 is dus: ga vanaf morgen naar de gemeente toe. Maak een afspraakje. Spreek uh, Mar aan. Spreek Filia uh, aan. Maakt mij helemaal niet uit wie je aanspreekt. Als het maar iemand van de gemeente is. Um, om jouw huis te verkopen. Of jouw flat. Want je krijgt geld. En we hebben al gezegd: jullie krijgen geld nodig. Nou, surprise. Dat is vanwege dat er een compleet nieuwe stad is. En iedereen weer vette plekjes wil gaan hebben, natuurlijk. En ja, dat zou betekenen dat je de komende tijd misschien wat minder uurloog gaat hebben. Maar daar gaan we het in de volgende video... Nee, dan gaan we het in deze video nog over hebben. Hoe je meer uur lang kan krijgen. Oh jongens, we hebben nog veel te doen. En dat moet allemaal in één video. Ik hoop dat jullie opletten. Optie 2 is dat je dat de komende tijd niet doet. En met de komende tijd heb ik het over 2-3 weken. Dat moet voldoende tijd zijn. Niemand gaat op vakantie in deze coronatijd. Um, dat jij naar de gemeente bent geweest. En jezelf hebt laten uitkopen door de gemeente. Je hebt een bot gekregen voor je huis. En vervolgens wordt die op je naam gezet. Doe je dat niet, dan gaan we in de volgende 2 weken... Kun je alleen nog maar quickcellen Krijg je 80% om een idee te geven. Plot info. En als ik nu bijvoorbeeld slash quickcell doe. Oh, slash uh, plot quickcell. 80% krijg je maar terug zoals je ziet. Ik ga het zeker niet bevestigen. Dat gaan we echt niet doen. Want ik wil natuurlijk de volle pot hebben. Dat gaat er gebeuren als je niet de komende weken naar de gemeente toe gaat. Ben je inactief of kijk je deze video niet? Of kom je twee maanden niet eens bij je huis en kijk je geen video's? Dat is heel vervelend. Maar dan zul je zien dat... Oh, dan heb ik een beetje verteld wanneer we klaar willen zijn of niet. Oké, okay, begin jullie al. Zo snel gaat het allemaal gebeuren, jongens. Zo snel. De grote map gaat zelfs sneller gebeuren. Dat komt in juni al. Dus voordat de grote MindTopia 2.0-update gaat komen. Is de map al vergroot en kun je al ergens anders gaan wonen? Zo, die is er ook uit. Spoiler van de dag. Op het moment dat wij de grote updates gaan doorvoeren, inclusief plugins, en we zeggen: jongens, nu is alles van 2.0 online. En er zijn nog een aantal mensen die hier in Tjaksia wonen, die weigeren te verkopen, of die komen er met de gemeente niet uit, of uh, die hebben gewoon nooit gereageerd. Dat kan ook. Dan krijg je slechts 25% van de waarde. Dus dat zou hiervan. Nou ja, nog geen 30K zijn. Die krijg je automatisch op je rekening gestort. Het hele huis wordt op naam van de gemeente gezet. En spulletjes worden gewoon in het verhuisbedrijf bewaard in een kist die je ooit een keer kan ophalen, want die blijven wel van jou natuurlijk. Maar zo werkt dat dus. Zorg dus dat je daar op tijd mee bent. Verkoop vanaf nu al je huizen. Want je krijgt nu vaak nog bouwdingen erbij. Er zijn uitzonderingen bij. Mensen met winkels die kunnen Wachten. Die kunnen letterlijk wachten totdat de nieuwe stad er is. Zodra de nieuwe stad er is, zal daar ook de gemeente zijn, zal daar de worldspan zijn, uh, en zullen daar dus ook alle winkels gelijk mogelijk kunnen zijn. Dus die mensen moeten een keuze maken. Ga ik alvast het nieuwsdeel ondernemen, of blijf ik nog even hier tot de laatste dag. Mensen met winkels hoeven niet uitgekocht te worden. Wel even een klein dingetje: je moet actief zijn als winkel. Want ben jij niet actief als winkel en heb jij nu een winkel, dan ga je twee maanden helemaal niks meer doen. Krijg je waarschijnlijk geen nieuwe winkel in de nieuwe stad. Word je alsnog gewoon uitverkocht en moet je maar blij zijn met wat je krijgt. Of wel zorgen, dat is logisch, met een winkel zorg dat je actief bent. Shardplots, en ik zal er even een paar laten zien hoor: Shard en Relic en plots voor alle duidelijkheid. Ja, die zijn natuurlijk nooit met eco-geld gekocht. Dus dat is een beetje lastiger om die uit te kopen. Perfect voorbeeldje, misschien deze hier zo. Sorry, Cas. Dit is volgens mij het huis van Kaskomp. Plotinfo. Ja, Kaskomp. De standaard plotprijs is 1 miljoen euro. Gefeliciteerd, je Kas. Jij kan, als je wil, 1 miljoen euro krijgen. Dat mag. Je mag uitgekocht worden op een shardplot. En ja, dan weet ik dat sommige mensen dus insane rijk gaan worden. Wat komt die even? Hè? En ik denk dat sommige prijzen misschien aangepast gaan worden, trouwens hoor. Dat ga ik niet over. Dat is allemaal de gemeente en Kieldoor. Plotinfo. Oh, die heeft iets heeft, die van niemand. Was dat deze? Ik denk dat het deze was, of niet? Hup. Plotinfo. Oh, ook niet. Oké. Okay. Je zal deze maar hebben. Word je uitbetaald voor 8 miljoen. Die heb je ooit een keer op een, op een, op een, op een veiling gehaald of zo. Met relics. Oh. Um, in principe, dus, Cas. Uh, zou jij hier uitgekocht moeten worden? Je moet uitgekocht worden. En kun jij kiezen voor geld? Want ja, als je het met relics hebt gehaald, is het niet alsof je even zegt: Nou, Cas, hier heb je 800 relics terug of zo. Of uh, dat je hem voor shards gekocht hebt voor 300k. Nou, Kas, hier heb je 300k terug. Dat, dat werkt niet. Dus je zou uitgekocht moeten worden. En dat zal meestal ongeveer die waarde zijn. Ook wel een leuke, wat ik me heel goed kan bedenken. Deze prachtige. Ik vind het misschien wel het mooiste shardplot -shard dat we ooit gehad hebben. Van Exploreertje is deze. Ehm. Um, eens even kijken. En huppakee. Deze heeft volgens mij geen waarde. Oh, ja, 2,3 miljoen. Sorry, toch wel. Hij heeft wel een waarde. Wacht even. Deze is toch van Of Ben ik door ja, oh, hier stond het, stond het huis pas op. Oké, okay, duidelijk. Nee, heeft geen te koop prijs. Maar ja, het is wel een insane vet plot. Nou ja, dan kan Exploortje zeggen of ik wil er geld voor. Oh my god, zit die onder ook nog van alles? Ha, huh, vet. Oh, dat is natuurlijk het gebouw. Ben ik ook een sukkel? Ik dacht dat het een villa was. Mijn, mijn hele brein kan dit niet aan. Uh, <laughs> uh, die kan dus zeggen, nou, kom eens met een leuk bedrag. Dat zou uh, 1,4 miljoen kunnen zijn. Ik noem even wat. Dat kan hij krijgen, maar, en dat is even de tip voor mensen met hele vette sharplots of winkels, laat ze verhuizen. Dit ding, ongetwijfeld zullen er ook flatgebouwen zijn in de nieuwe stad, laat deze hier verplaatsen. Dat mag namelijk ook met de meeste van die sharplots. Niet allemaal. Sommige zullen waarschijnlijk uitgekocht gaan worden. Ik kan me zo maar voorstellen dat bijvoorbeeld deze Helvik, de Ulti-shop is het eigenlijk volgens mij, die is voor mij ook van exploretje of niet? Plotinfo. Je. Jezus, wat heeft hij uh, veel gekocht? Ja, verkoop deze. Uh, voor mij heb je er uh, 200k shards voor betaald op een veiling. Ik weet nog wanneer dat was. Ja, ik denk dat je zo 4 ton voor krijgt. Lekker doen. Um, dus dat. Shard, plot, mensen en winkels. Als je meer duidelijkheid wil, ga even naar de gemeente. Mensen met shardplots, ga even naar, um, uh, naar bijvoorbeeld een mij en een Danny. Met of jij je wilt verhuizen of dat je wilt verkopen. En dat hoeft dan niet direct. Maar als je het wil verkopen, mag het natuurlijk wel direct. Nou, is dat ook weer klaar. Um, ook wel even heel belangrijk. Uh, uh, is dat de bestaande chunkplots. En dan heb ik het even over. Nou, we gaan er weer even naar eentje toe. Uh, hier. Ja, perfect. Deze is van Tadea bijvoorbeeld. Supermooi. Mag niet verkocht worden. Deze blijft gewoon van jou. Deze gaan wij niet overkopen, want ze liggen allemaal buiten de stad. Zo slim waren wij wel om dat te doen. Nou, <laughs> ik vind, honestly, ik zou kijken of je dit huis misschien kan verplaatsen. Dus van, van Senne of niet. Even kijken. Plot Ja, van Senne 16. Super vet. Ik zou kijken of je deze kan, kan gaan verplaatsen, want dat wordt echt insane vet. Jongens, ik dacht, we doen even deze informatie over. De map gaat weg en er gaat een nieuwe stad kopen in echt 5 of 10 minuten. Maar dat viel een beetje tegen. Geeft niet, want we hebben nog heel erg veel meer. In de volgende video's natuurlijk gaan wij het dus uitgebreid hebben over welke stad. En is er nog een aankondiging die jullie brein misschien nog meer doet laten flapperen? Ja, we gaan die stap met z'n allen zetten, jongens. Want, again, het is een hele actieve community. Met een behoorlijke sterke eigen mening. Dus ik weet wel dat er 30, 20% zal zeggen... Oh, dat vind ik stom. Team Chakshia blijven. Hashtag Chakshia. Heeft geen zin, we gaan het gewoon doen jongens. Het is nodig, er is geen groei meer in Tjaksja. Um, plus het is ook nodig om de rest van onze 2.0 plannen te gaan doen. Want om even een beetje een idee te geven. Jullie weten inmiddels al, en er zal vast een nieuwe video over komen... is dat grinding weggaat. Dat is die losse grinding server, die is footsie. Wat voor terugkomt, zijn quests. Mensen die ooit um, Planet Craft of uh, uh, misschien nog wel beter City Craft gespeeld hebben... Die weten wat het, wat het is. We gaan Economy Criminal en Explorer uh, uh, quest. Explorer, explorer quest gaan wij hebben. Um, dat zijn gewoon mensen die, 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 kun je, die kun je ergens vinden. Dus laten we zeggen. Ja, hier zo. Dit zou een quest guy kunnen zijn. Het is nu een speler, maar hier zou een quest guy kunnen staan. In meerdere categorieën, die kun je dus ook los van elkaar levelen. En die worden eens in de zoveel maanden Worden die ook een keer ververst. En oude die kunnen verplaatst worden. Via die quests als bijvoorbeeld deze guy, um, weet je wat? Quest doen we echt even een andere video, anders zitten jullie drie kwartier naar mij te luisteren en ik snap, dat is misschien heel gezellig, maar is niet handig. Dus quest stukje, uh, nieuwe video, maar dat gaat het, 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 het grinden vervangen en we hebben het uitgerekend hoe lang jij over een bepaalde quest doet zeg maar, het gaat een heel stuk sneller, je gaat meer kunnen verdienen. En je kan het ook in Jaxia spelen, in deze stad. Nou ja, deze stad straks natuurlijk niet meer. In de nieuwe stad kun je het gaan spelen. Dus daar moet wel. Ik moet een beetje aan mijn woorden denken, want anders klopt het voor geleden meter. Um, als dat dus uh, 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 er helemaal zit, dan zitten we in de nieuwe stad. Dan zitten we in 2.0. Ook een van de laatste grote updates die we gaan doen. En grinding zal dan volledig weggaan. Houdt dus wel in dat als je nog grind coins hebt, dat je die beter zo snel mogelijk kan inleveren. Want dan gaan wij daarna niks meer doen. Er zullen nog meer. Proactieve investeringsmogelijkheden zijn. Zo, dat is een duur woord. Proactieve investeringsmogelijkheden. Behalve dat wij willen dat mensen online zijn. Um, hè, dat doen mensen nu. Ja, ik ben online. Ik zit in Uptown. Jo, krijg geld. Yo. nee, 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 nee. Uurlonen zullen aangepast gaan worden. We zullen op een andere manier het uurloon gaan doen. Um, hoe dat precies gaat gebeuren, gaat uh, in de volgende video gebeuren. Die ik samen met Danny ga doen. Ook trouwens, voor alle duidelijkheid. Um, maar daar wordt dus, gaan we nog eens even een keer. Proactieve investeringsmogelijkheden zullen er zijn. Om wat met je u te gaan doen. Het volledige AFK farmen. Dat is ook weer om de AFK kick eraf gegaan is. Omdat we al wisten dat we wat anders met u gingen doen. Je krijgt nog steeds u gewoon per uur. Maar het zal minder zijn. Het zal er niet omheen draaien. betekent dat je daadwerkelijk wat moet doen. Quest moet je bijvoorbeeld gaan doen. Maar je kan ook investeren. Investeren op twee verschillende manieren. En dit is een mooie afsluiting van de video, denk ik. Beide van deze video's gaan nog een eigen uitlegvideo krijgen, waar je kan straks moneyboxen gaan kopen. Een moneybox, oftewel een crypto-machine in feite, een computer, die kun je voor eco kopen. Ja, ja, ja jongens, oprecht. Jij koopt voor 10.000 of 20.000 euro koop jij een computer en die genereert geld in jouw huis. Nadeel is, sommige van die machines die moet je elke dag legen. Ja, dus je koopt voor 10.000 euro iets en elke dag staat er 150 euro klaar. Je moet er één keer op klikken. Hij gaat niet boven de 150 euro. Je hebt ook machines, die, die leveren elke dag maar 60 euro op. Maar die kun je een maand aan laten staan. Je kan dus allerlei verschillende typen crypto machines hebben. En ja, je kan je complete zolder ermee volbouwen als je een paar tonden voor over hebt. We hebben tegen jullie gezegd vanaf het begin: zorg dat je geld hebt. Want dit gaat insane vet zijn, want de prijs en de reward van die crypto, die gaat ook bepaald worden van hoeveel mensen het bewaren op hun computer en hoeveel mensen überhaupt dit doen. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Um, behalve als iedereen alles tegelijk eraf trekt, dan krijg je de volgende komende dagen minder per uur gestort. Een heel ingewikkeld, maar heel vet systeem in ieder geval. Um, die crypto-machines werken voor alle duidelijkheid zodra jij online bent. Volg je hem? Dus het is niet 24-7. Het is zodra jij online bent, dan begint die machine te werken. Daarom ook. Het is eigenlijk een verbetering van je uurloon. Zonder dat je gelijk een huis in Uptown hoeft te hebben. Uh, als je één of meerdere van die dingen in je huis hebt staan. Uh, ja, dan, dan, kun je, dan kun je helemaal losgaan. Dat is niet het enige. Want nu we een nieuwe start hebben met Jaxia weg. En met een nieuwe stad kunnen beginnen. Is er nog een upgrade, een investering in je huis? Mensen deden dat natuurlijk al door een huis te verbouwen. Maar als we heel... Oké, okay, dan klink ik misschien heel bot... alsof ik heel slecht over jullie spelers denk. Hè? Maar dat is niet zo. Heer Miaat. Heer Miaat. Van wie is dit? Even kijken. Van wie is dit? Van, waarschijnlijk van niemand. Plot info. Uh, het is van Ik Daan. Precies. Nou, Ik Daan. Ik Daan dit is ook mijn huis geweest. Dus ik herken hem. Je hebt werkelijk waar... geen ene reed gedaan met je huis. En het hoeft ook niet. Je bent niet verplicht. Want waarom zou je? De reden waarom jij hier woont... Je hebt 450.000 euro betaald om een hoger uurland te krijgen. That's it. Je bent hier waarschijnlijk letterlijk drie keer geweest. Gok ik. Nou, dat is afgelopen. Want één, die machines, die cryptobakken, die kunnen alleen maar in je huis staan. Dus je komt veel vaker thuis. Uh, ten tweede, kijk of we het nog een keer kunnen zien. Uh, gaat hier, gaan er sowieso een paar dingen bij komen. Hier zo uh, beneden bij um, de flags. Hier gaan star system punten komen, oftewel sterren. In principe zal een huis wat jij net koopt, nul sterren hebben. Zodra jij een huis upgrade via het bouwbedrijf, uh, en dat kan van alles zo zijn, nou heeft deze een beetje weinig ruimte, maar ah, perfect, je koopt dit erbij van de gemeente. Zwembadje erbij, prima. Uh, je hebt uh, constant auto's, uh, dit, dit, je hebt constant je auto's op de oprit staan. Um, je hebt een, een, een helikopter uh, uh, op, op het dak gezet. Uh, je doet de binnenkant een keer verbouwen. Welke criteria dat precies gaan zijn, of je wel of geen feestjes geeft, gaan wij niet compleet verhullen. Maar jij kan één keer per maand, per plot, kun jij een Star-review uh, aanvragen. Dat zal waarschijnlijk, zoals het nu staat, via Tibo16 zijn. Die gaan we daarmee toevertrouwen uh, om dat te reviewen. Voor elke ster die jij hebt op een huis, en dat is oneindig, al heb jij vijf huizen met allemaal verschillende sterren, je kan maximaal tien sterren hebben. Voor elke ster krijg je 25 euro meer uurloon. Dat betekent dus dat mensen niet alleen maar zoals een ik, Daan. Sorry dat ik jou even als voorbeeld doe, want ik had letterlijk elk ander huis kunnen pakken. Ja, die koopt dit, hij komt er eigenlijk nooit meer terug, want dit is hoe die geld verdient, right? Nou, dan zou je de volgende keer maar eens een keer goed over na moeten denken... of dat is wat je wil. Want als jij dus de twee maanden niet in je huis bent geweest... en hij was drie sterren, gaat hij waarschijnlijk naar twee sterren toe. Als jij hier nooit komt, de hand hangt geen kledingstukje... je hebt nog nooit de verbouwing gedaan van hoe het origineel was... kan het zijn dat je nooit een ster gaat krijgen. Het heeft geen zin om dit te kopen en gelijk een starreview te doen. Want ja, like, er is niks veranderd. Dus so what the fuck. Perfect voorbeeldje bijvoorbeeld, een huis als dit... Zou zomaar al vier sterren kunnen zijn. Mits natuurlijk kleding zou hakken. Dus misschien drie. Wat hij wel heeft, is een hele vette achtertuin. Hey, oh, hey, kijk eens even. Hij heeft letterlijk een boot liggen. Misschien is dat wel plus twee sterren. Weet jij veel? Heeft hij ook een helikopterplatform? Oh nee, als hij die gehad had, jongen, was hij misschien rijk geweest. Star System gaat ook komen. En dat gaan we doen vanaf de nieuwe stad. En vanaf dat wij het daadwerkelijk 2.0 noemen. Dan gaat het actief worden. Weinig informatie over bekend. Ook wel heel erg belangrijk. Zodra iemand het woord bullshit gebruikt tegen de persoon die over die sterren gaat. Wat een bullshit. Maar die heeft dit, die heeft dat. Ik denk dat jij kan uh, raden wat er gaat gebeuren. Er gaan sterren af. Dit is niet een punt waar jij wat je überhaupt kan checken. Um, uh, je kan uh, hier niet over in discussie gaan. Dit is wat het is. Ziet het een beetje als de race regels, jongens. De leiding heeft altijd gelijk. Dus gedraag je daarin. Probeer zeker geen mensen die daar werken over te kopen. Want het gaat je niet lukken. Um, dat is het systeem. Goed, een paar dingetjes. Even snelle resume. We gaan Tiaxia compleet uitkopen. Dat betekent, en dat is ook wel even leuk. Hebben jullie enig idee hoeveel geld in MyTopia Classic zit? Nee? Oké. Okay. Het is 1,2 miljard euro. Cash. En op de bankrekening. Besef dat er dus zeker het dubbele. Aan waarde zit in Hollandia kleding en noem maar op. Als je alles de, de market cap, de marktwaarde, hoeveel geld denk je dat er in MTW is? is? Makkelijker geld verdienen hier, toch? Het gaat echt twee, drie keer zo snel. Oh, zo makkelijk hier. Poh. Jongens, er zit, is hier maar 62 miljoen euro. That's it. That's it. Ondernemen gaat hier wat minder snel. Iedereen start race teams. Battlefield teams, um, maar echte collectors, ja, die gaan met Mindtopia World 2.0 echt knallen. Race teams, die gaan knallen. Er is hier niet heel veel geld. Simpelweg, er is hier niet heel veel geld, maar er is wel heel veel geld nodig. Perfect voorbeeld, er is iemand die heeft bijvoorbeeld een rekening van meer dan 25 miljoen euro voor een van zijn chunkplots. Dat is gewoon berekend op de normale blokprijzen en op de normale huizen en verbouwingen die hier ook zijn. Dat betekent dat hij meer dan, bijna de helft van al het geld in game zou moeten hebben om dat te kunnen afbetalen. Oftewel, dat wordt het niet. Dat moet in delen. Er is te weinig geld in MTW en dat gaan we met deze acties, deze updates, deze veranderingen gaan we dat teweeg brengen. Het heeft geen zin om simpelweg te zeggen, oh, we geven mensen nog meer geld voor niks doen. Dat werkt niet. Maar we kunnen ook productiviteit belonen met dan inderdaad nog meer kunnen verdienen dan je nu zou kunnen. Tjaksja dus compleet weg, komt een nieuwe stad met meer vrijbouw. Zorg dat je nu jezelf laat uitkopen bij de gemeente. Of wacht maximaal een weekje, maar niet te lang. Want anders gaan wij het voor je doen. Moet je het eerst met 80% kwikcellen en daarna krijg je er maar een kwart. Mensen met winkels en sharplots, jullie hoeven... Nu nog even niks te doen, maar neem even contact op met een PL of met de gemeente. of simpelweg gewoon met Mark natuurlijk, omdat hij met de winkels bezig is. Um, en dan weet je in ieder geval wat, wat een beetje het plan is. Hè? Wat wij jou ongeveer gaan bieden voor jouw chartplot. of waar jij, uh, of jij een nieuwe winkel zou mogen krijgen. Dit geldt niet voor chunkplots, die kunnen precies blijven doen wat ze momenteel doen. De map wordt twee keer zo groot. Waarom en waar, dat gaan we de volgende video uitleggen. Grinding gaat weg en daarvoor komen quests in verschillende thema's. En uurloon zal aangepast worden, omdat we daardoor meer proactieve dingen, denk aan de cryptomachines, maar ook het star system voor je huizen kunnen introduceren. Als jullie dachten dat dit een bom was, een informatiebom waarvan je denkt, sorry, excuse me, wat wat? Nee, in de volgende video gaan wij het namelijk hebben over handel en steden. Dit was wonen en geld. En gaan jullie van jullie kleine stoeltjes vallen? Ik weet het zeker. Ik hoop dat jullie lekker gaan kijken. Laat even een like achter. Uh, reacties mogen ook zeker. Daar ben ik heel benieuwd natuurlijk naar. En um, ja, ik, ik hoop dat jullie klaar zijn voor een paar insane grote veranderingen. Ik denk het als wel. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende video. Groetjes.